Het volgende optreden wordt verzorgd door de buurt van het nieuwe prinsenpaar. En dan weet u meteen dat we het over het haakje hebben. Graag uw stilte en uw aandacht voor het haakje. Started on the most sensational, inspirational, celebrational, motivational. This is what we call the Muppet Show. Wanneer zou dat doek open gaan? Geen idee. Weet je trouwens wat het verschil is tussen de chic theater en de pappot? Geen idee. In de pappot hangen de gordijnen achterop het podium in plaats van ervoor. Nou, dan vraag ik me af waar hier de zaal zit. Wat doen al die mensen op ons podium? Nee, welke prinses heeft onze prins Marco gekust? Hoezo? Wat is er met Marco gebeurd dan? Kijk maar eens wat daar aankomt. Hallo jongens. Ik ben het maar, Kermit. Jullie weten wel, daar zit Prins Marco. Jullie weten toch wel dat het carnaval is? Tuurlijk! Wat staat er nu op het carnavalsmenu? Menu? Ik lust wel koude schotel. Koude schotel? Weet jij wat er na koude schotel komt? Nee, wat dan? Koude kak! Heren, heren, gedraag je een beetje. We maken er een nette show van vandaag. Dames en heren, ik heet jullie allemaal welkom in onze Muppet Show. En weten jullie wie wij vandaag als speciale gast hebben? Geen idee! Ik wel. Onze speciale gast nodig ik bij deze uit om op het podium te komen. Het is Maria uit de Sound of Music. Hallo Maria, van harte welkom in onze Muppet Show. Dankjewel. Maria? Maria? Julie Andrews, bedoelt hij. Echt niet? Dat is gewoon onze eigen Sandy. En dan nu, dames en heren, speciaal voor u, Maria uit de Sound of Music, met de Kinderen van Trap, met het liedje Doremi! Let's start at the very beginning. A very good place to start. When you read, you begin with A, B, C. When you sing, you begin with Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. The first three notes just happen to be Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi, Fa, Sol. Let's see if I can make it easier. Do, a deer, a female deer. Re, a drop of golden sun. Me, a name I call myself. Fa, a long, long way to run. So, a needle pulling thread. La, a note to follow. So, tea, a drink with jam and bread, and that'll bring us back to Do, oh, oh, oh. Do. A deer, a female deer, a drop of golden sun, me. A name I call myself, Fa. A long, long way to run, so a needle putting thread, la, a note to follow, so. Drop a golden sun. Me, a name I call myself. Fa.
is hier nou gek? Jij kijkt ernaar. Maak hem alweer wakker als de show aanvangt. Ja, maar de show is al een hele tijd bezig. Maak me dan maar weer wakker als hij is afgelopen. Nou, ik vond het anders wel mooi. Wat? Het lied of die Maria? Ja, wat denk je? Die jurkjes in ieder geval niet. Nee, dat lijken wel gordijnen. Is Jan Bouwen je sponsor of zo? En ze kleden zo af. Die ene, die lijkt wel zwanger. Dan loopt dit vooral anders af dan wel in de film. Ja, ja. Waarschijnlijk krijgt dit vooral wel een spetterende ontsluiting. Wie is eigenlijk dit zooitje ongeregeld? Buurtschap het Haagje. Je weet wel, die uit den Dries en de Klaverweide. Daar waar ons prinsenpaar woont. Ha, Klaverwietje zul je bedoelen. Ze hebben daar een haagje in de tuin en de planten op de slaapkamers. Ik zou er nu best eentje willen. Een lekkere blow voor een betere show. Heren, heren. Heren, heren, gedraag je. Jullie weten toch nog wel dat we een dame als speciale gast hebben in onze show? Maria, welk liedje ga je nu voor ons doen? Mijn favoriete nummer. Het gaat over een eenzame geitenhoeder. Lonely Goat. High on a hill was a lonely goat herd. Loud was the voice of the lonely goat herd. Folks in a town that was quite remote heard. A lofty and clear from the goat herd strode herd. Men in the midst of a troubled goatherd. Lady oh, lady oh, lady oh. Men drinking beer with a foam of float herd. Lady oh, lady oh, no. One little girl in a pale pink coat herd. Lady old lady, old lady. She yodeled back to the lonely goat herd. Lady old lady, old lady. Soon her mama with a gleaming gloat herd. Lady old lady, old lady. What a duet for a girl and goat herd. Lady old lady, old lady. In ieder geval niet. Die bleven zo stil. Ho!
Waarschijnlijk omdat ze niet aangesloten zaten. Ja, en net als je denkt dat de show verschrikkelijk wordt, gebeurt er iets fantastisch. Wat dan? Ja, er komt een eind aan. Maar ja, die dieren, die vond ik wel leuk. Ja, ze lijken net echt te leven. Ja, dat kan ik van jou niet zeggen. Die Maria is een groot artiest, hoor. Nou, ik vond die bok groter. Die bok lijkt wel op de voorzitter van de paplippels. Zijn die niet jarig dit jaar? Ja, 33 jaar geworden. Nou, hij lijkt veel ouder, die oude bok. Heren, 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 zo kan hij wel, heren. Ja, Kermit heeft eigenlijk wel gelijk. Bob Lippels, gefeliciteerd. Nou, dat zullen ze fijn vinden. Waar blijft dan de taart? Nou, die zit normaal naast die verenmuts, maar die zit nu op dit moment naast mij. Oh!